De Nederlandse overheid streeft ernaar om vanaf 2030 volledig elektrisch te gaan rijden. Om 2 miljoen elektrische auto's van energie te voorzien, hebben we 1,8 miljoen laadpalen nodig. Dus we hebben een gigantische hoeveelheid extra energie nodig. We hebben gigantisch veel extra laadpalen nodig. En allemaal moet dat van duurzame bronnen komen. Wij geloven dat auto's meer zijn dan het probleem. Wij geloven dat auto's echt de oplossing kunnen zijn. En zonne-auto's spelen daarin een hele grote rol. De zon is een oneindige energiebron en is 100% duurzaam. Een belangrijke eigenschap van een zonneauto is dat het niet een auto is met een zonnepaneel. Het is echt opnieuw nadenken wat een auto überhaupt inhoudt. Dat die aerodynamisch is, dat die licht is en dat die efficiënt is. Dat je als je eenmaal in de auto stapt, eigenlijk het gevoel hebt alsof je in een normale auto zit. Maar dan nog net iets beter, nog net iets zuiniger, nog net iets efficiënter. Stella Era heeft een range van minimaal 1200 kilometer op enkel de batterij. En op zonne-energie kan ze dus nog veel verder. Maar elektrische auto's die rijden gemiddeld maar 50 km per dag. Daarom heeft Stella Era energie over om te delen. Ze kan haar energie delen met huishoudens, terugladen naar het net, maar het is ook een laadpaal op wielen en kan dus direct haar energie delen met andere elektrische auto's. Onze auto is een nieuw tijdperk in de zonneauto en de auto-industrie in het algemeen. Namelijk, hij zorgt niet alleen maar voor zichzelf, maar ook voor de auto's om zich heen. Het is heel gemakkelijk om energie te delen. Het doet alles zelf voor je. En als je terugkomt, weet hij precies, oké, je hebt nog zoveel kilometer nodig om naar huis te komen. Dus hij is echt zelflerend, hij is echt slim. En je kunt aangeven met je handen hoeveel energie je aan een andere auto wil geven. En hij geeft feedback over hoeveel energie je zou moeten delen. Dus eigenlijk een dialoog met de auto. Wat we dit jaar ook ontwikkeld hebben, is het solar parking. Dus de auto kan vanuit een plek in de schaduw naar een plek in de zon rijden, ook zonder bestuurder. Daardoor is ze altijd opgeladen en haalt ze het maximale uit de zonne-energie die we hebben. Als je mobiel bent, dan moet je ook weten waar je auto is. En daarvoor hebben we een app ontwikkeld. En die app die zorgt ervoor dat je kunt zien hoe vol je batterij nog is, of je energie aan het delen bent, waar mensen energie nodig hebben. Ik ben nou helemaal gewend dat er energie naar de auto moet, dat er ook energie uit kan komen. Het feit dat je al laat zien dat het kan, gaat mensen compleet anders doen denken. En dat hebben we nodig om echte innovatie te bereiken. Wat we zien is dat wij met een zonneauto eigenlijk veel verder zijn dan de huidige industrie. En daarom hebben we ervoor gekozen om zelf die powertrain te gaan ontwikkelen dit jaar. Om eigenlijk die industrie vooruit te trekken in plaats van ervan afhankelijk te zijn. En dan met al dat enthousiasme en de enorme intelligentie van de studenten erbij, zie je dat soort innovaties veel sneller gaan dan als het vrijblijvend ergens in een lab gebeurt. En dat maakt ze een veel completer soort ingenieur waar de maatschappij echt op zit te wachten. En het maakt, last but not least, de mobiliteit versneld. Veel beter dan het nu is. Ik ben vooral trots op het feit dat de auto eigenlijk nu meer is dan alleen een transportmiddel. Je kunt zelf plezier halen uit de auto en niet alleen maar vervoerd worden. Met de Stella zijn we 3 keer wereldkampioen geweest en hebben we laten zien dat een auto helemaal duurzaam kan rijden. En met de Stella Era gaan we een nieuw tijdperk in. Een tijdperk waarin we niet alleen zelf, maar ook alle mobiliteit om ons heen gaan verduurzamen. Dat we allemaal op energie van de zon gaan rijden.